Leo Club Can Country wil de samenleving op een andere manier bewust maken over sikkelcelziekte. In verband met Wereld Sikkelceldag op 19 juni organiseert de Leo Club een kosteloze wandelloop met speurtocht. Duncan Pinas, president van de Leo Club Can Country, haalde aan dat uit gesprekken met patiënten is gebleken dat mensen in hun naaste omgeving niet precies weten hoe ze om moeten gaan met sikkelcelpatiënten. Lid Jair Yuku vertelt dat het een educatieve wandeling zal worden. En er is ook een infoboot beschikbaar. Mensen kunnen zich laten testen op sikkelcellen en verdere informatie verschaffen. Maar niet alleen dat, hè, want je komt inderdaad, we gaan er vanuit leken komen en mensen die niet zoveel weten over sikkelcellen. Nou, de club zorgt ervoor dat nog voordat de rally start, die informatie, de belangrijke informatie over sikkelcellen, wordt gedeeld met de mensen. Ja. En die informatie heb je nodig om die rally goed te kunnen uitvoeren. Om de vragen die je tijdens de speurtocht zal tegenkomen te kunnen beantwoorden. Ja. Zijn er prijsjes aan verbonden? Ja, er is een hele grote prijs en dat is kennis. Ah. Wanneer je vandaar gaat, wanneer je 19 vertrekt na de rally, weet je heel veel meer over sikkelcellen en hoe je moet omgaan met mensen die sikkelcellenpatiënten. Pinas geeft ook aan dat de organisatie het zover heeft gekregen om aandacht te vragen voor mensen met sikkelcelanemie. Het presidentieel paleis zal hiervoor speciaal worden belicht. We zorgen ervoor ook samen met de stichting, de patiëntenvereniging, vandaag woensdag. Tot en met zondag zullen de mensen die dus langs het presidentieel paleis voorbij rijden, zullen merken dus dat het presidentieel paleis rode spotlights heeft. Omdat rood de kleur is van rode bloedcellen en de kleur van sikkelcellen. Dus vanaf vandaag woensdag tot en met zondag 19 juni op Wereld Sikkelcellendag zal het presidentieel paleis verlicht zijn in rode spotlights. Voor deze activiteit heeft Leo Club Can Country een samenwerking met stichting Help Us, Help Them en de Sikkelcellenpatiëntenvereniging. De wandelloop is toegankelijk voor jong en oud en begint en eindigt bij het Assyria High-Rise gebouw aan de Recolan. Registratie kan op de Facebookpagina van Leo Club Can Country.